Het punt is dat scholen vaak toetsen gebruiken als controlemiddel van het leren of van het geleerde. Ja. Terwijl je toetsen ook heel goed kan gebruiken als instrument over het leren. Je kan het als beginpunt gebruiken om te kijken van, hey, hoe moet die leerling nu verder gaan leren om het allerbeste uit die leerling te halen. Wat interessant is, is bijvoorbeeld dat in een klas kunnen bijvoorbeeld meerdere leerlingen een 7 hebben voor hetzelfde proefwerk, maar ze hebben allemaal een andere uitdaging. Ze hebben allemaal een ander probleem. De ene kind heeft bijvoorbeeld heel veel weetvragen fout gemaakt. De andere kind heeft misschien heel veel doenvragen fout gemaakt. En de andere kind heeft misschien heel veel snapvragen fout gemaakt. En dan hebben ze allemaal een 7. Maar ze moeten natuurlijk op een hele andere manier geholpen worden om van die 7 een 8 te maken. En daar kom je alleen maar achter als je achteraf met die kinderen om tafel gaat zitten of een systeem bedenkt waardoor je die feedback terug kan geven aan die kinderen.